varen vandaag de opvaart door Parijs. Nathalie stuurt, gaat het hele eind door de stad doen. Ik zit ernaast een beetje in de gaten om een aanwijzing te geven, maar voor haar de eerste keer. Het is helaas slecht weer, dus het regent nogal. Even mee naar de instrumenten die we gebruiken. We hebben hier een bochtaanwijzer, die geeft de draaiing van het schip aan. We hebben een voerstandaanwijzer en we hebben een pookje. En dat pookje, daarmee sturen we. Daarmee vertelt Nathalie aan de piloot wat voor bocht ze wil dat het schip maakt of dat ze wil dat het schip rechtuit vaart. Het is wel de moeite waard om in dit filmpje die bochtaanwijzer goed in de gaten te houden. Dan kan je zien hoe het schip draait en hoe Nathalie stuurt en zo. En Nathalie kijkt dus ook heel regelmatig op ons AIS-scherm, de ECDIS-kaart, om te zien wat er voor andere schepen aankomen. En bijvoorbeeld de namen van de bruggen en zo. En dan hebben we ook nog een echoloot, een dieptemeter. Die is hier niet zo heel belangrijk, maar die gebruiken we wel heel regelmatig. Als je dus met een piloot vaart, dan bedien je niet zelf het roer. Je vertelt via het pookje aan de piloot welke bocht je wil varen. En de piloot maakt dan de bocht en gaat het roer bedienen.
kunt zien dat Marifoon op kanaal 10 staat. Ik bedien die in principe omdat Nathalie de Frans best goed is, maar het is nog wel erg wennen aan het Marifoon Frans. De chauffeur kwam deze kant op, maar die is weer omgedraaid. Kun je aan de bochtenwijzer goed zien dat Nathalie het schip naar stuurboord laat lopen. En nu legt ze hem weer in het midden om rechtuit te varen.
is weggehaald, dus vind ik zeer raar. Zo nat dat de camera niet helemaal goed aan kan. De ruiten zijn al vochtig aan de buitenkant. Het lastig om te slaan. Dus het beeld is helaas verder wat onscherp, maar ik vond toch wel de moeite om het laten zien.
zeggen, pak ik hem. Tegen de stroom in moet vechten met hoe het schip gaat liggen. Precies. Tenminste, lichtjes. Ja, precies. Nou, ga je door de stroom in, word je straks met je punt een beetje naar bakboord gezet. Okay. Maar je kan rustig al een beetje naar het stuurboord gaan sturen. Als dan die kont vrij blijft, is dat goed.
tegen de stromen moet vechten, moet je eigenlijk veel meer sturen dan je zou willen. Exact, en je moet al heel veel, daarom heb ik je ook al veel van tevoren laten sturen. Je moet zoveel voelen en al van tevoren eigenlijk zien aankomen. Ja, dat is wel duidelijk. We zijn aan het verslaan.